Hier is hij met zijn versie van Als sterren aan de hemel staan. Mike Pietersen. Jij bent onvervangbaar. Mijn grootste geluk. Jij bent me zo dierbaar. Mijn grootste geluk. Hij doet het supergoed. Echt supergoed. Ik kan jou niet missen. Geen minuut van de dag. Jij hoort hier in mijn leven. Jij hebt mij geluk gebracht. Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik heel leven stil. Dan weet ik echt wat ik wil. Dat is alleen maar jou. Wij tweeën samen is lief. Dat gevoel raak ik echt nooit meer kwijt. Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik heel leven stil. Dan weet ik echt wat ik wil, dat is alleen maar jou. Van het origineel, maar deze gleed er echt heel erg lekker in. Ja, wat moet je daar nou in zo'n battle tegenover zetten? We kregen onder andere deze aanmelding. Heb je even van mij? Heb je even van mij? Dank je, Anne. Ja, die Mick Jagger die vonden wij natuurlijk gewoon niet goed genoeg. Maar Goldie wel. Hier is ze met haar versie van Heb je even voor mij. Goldie. Tegen. Jij was verlegen. Ik loop nu al dagen, want ik wil je wat vragen. Heb je even voor mij? Maak wat tijd. Ik vind het prachtig, echt. Ik zit te dromen of jij zult komen. Laat het me weten. Ik kan jou niet vergeten. Heb je even Ik wilde eigenlijk zeggen, ik vond het gewoon vreselijk sexy.
Dankjewel. Ik vond het zo, je had me helemaal te pakken. Had u dat ook niet? Ja, hè? Ja. Ja. Jongens, we staan hier nu. Jullie hebben een prachtig liedje gedaan. Je eigen versie van een bekende hit. En nu is het aan de jury om te gaan bepalen wie dat het beste heeft gedaan. Wie heeft de mooiste versie gemaakt van een nummer dat wij allemaal al kennen? Kies 1 voor Mike en kies 2 voor Goldie. Ga je gang. Oké, er is gestemd en u thuis heeft waarschijnlijk ook uw voorkeur uitgesproken tegen degene die naast je zit op de bank. Maar wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd, wat zijn de bedragen en wat valt er te verdienen door deze twee artiesten? Laat ze maar zien, de bedragen. Oeh, een duidelijke voorkeur. Dat staat hier, 1600 om 900. Nou, jullie stappen het spelletje. Het is een duel. Ja. Nu moet je kiezen, waar hoor ik thuis? Ben ik eerste geworden of tweede in dit duel? Jongens, kies verstandig. Ga staan waar jij denkt, ja, hier hoor ik thuis. Want alleen als je goed staat, dan verdien je geld vanavond. Mike, jij kiest verstandig. Ik vond Goldie gewoon fantastisch zingen, dus ja. Ja, ben ik. Allebei fantastisch, maar zij net iets beter, denk jij? Ja, ik vond het geweldig. Oké. Ik hoop dat je gelijk hebt. Dit is best een dappere stap van jou. Ja, vind ik zelf eigenlijk ook. Ja. Ja, ik weet ook niet zo goed hoe ik moet zeggen. Ja, je moet kiezen. En ik vind dat Mike een van de beste zangers is van Nederland. Dus dat is echt absoluut. En het, ja. Ja. Maar vanavond was jij beter, vond je zelf? Ja, alles of niks, toch? Alles of niks. Oké. Wat heeft onze jury gestemd? En staan deze twee toppers goed? Laat het maar zien. Ja! Mike 900 euro. En Goldie de winnaar is van dit duel. 1600 euro. Kom. En het leuke is, we zien haar ook nog terug in de finale. Tot zo.